mensen, ook een nieuwe video. Hupke Floris en vandaag Pokémon 500 likes. Jullie halen het elke week, dus deze week ook weer. En het is gesponsord door Cardstore.nl. Ben je ook op zoek naar Pokémon kaarten? Ga naar Cardstore.nl voor jouw Pokémon kaarten. Trouwens, volgende week komt er een hele lijpe video, Pokémon video waarschijnlijk aan. In ieder geval, vandaag, jij ziet natuurlijk ook lijp, want wij gaan de Hoopa V-Box openmaken. Dan ga ik met jullie heel eerlijk zijn. Ik ken Hoopa niet. Ik ken deze Pokémon niet. Ziet hij er lijp uit? Ja, het is een soort, ik zou het zeggen als een combinatie van een Machamp, want die heeft natuurlijk ook heel veel van die armen, en een Alakazam, omdat die best wel, het lijkt me dat het een psychische Pokémon is. Ja, paars sowieso, toch? Oh, het is een Dark Pokémon, oké. Maar het zijn armen die zijn een soort van los van hem, dus dat lijkt psychisch. Ja, een hele lijpe Pokémon eigenlijk. Een hele lijpe Pokémon, ik ken hem alleen niet. Maar dit is wel zo'n Pokémon, dat als die in generatie 1, 2, 3 of 4 gezeten had, en ik hem dus echt als kleiner kind, hem had gebruikt op bijvoorbeeld de spellen die ik toen speelde, of gekeken had in de serie, was dit een van mijn lievelingspokémon, denk ik, geworden. Puur en alleen hoe die eruit ziet. Maar ik heb geen idee welke generatie dit is. Ik denk dat het weer, 5 of 6 moet zijn, omdat dat is echt met afstand de generatie het slechtste ken. En ik ga die sowieso een keer inhalen door de middel van niet de games te spelen, maar wel de series te kijken. Alleen dat zeg ik nu al een tijdje. En ik ben helemaal vanaf het begin, de eerste seizoen, ben ik gaan kijken. En ik zit nu volgens mij ergens in generatie 2, dus seizoen 6 of zo, zoiets. In ieder geval heel lang al niet gekeken trouwens, want ik heb echt heel weinig tijd gehad door mijn master natuurlijk. Die nu wel afgerond is. Hoopa V is de eerste hit die wij binnen hebben. En natuurlijk de supergrote Hoopa V card die je hier kan zien. En dan hebben wij, interessant, we hebben 4 pakketjes. Nou, dat is niet interessant, dat had ik al wel kunnen zien. Maar interessant welke het zijn. Het is namelijk 2 keer Fusion Strike. Fusion Strike vind ik wel echt een van de mindere sets van Sword and Shield. Moet ik heel eerlijk in zijn. Daarnaast hebben we Vivid Voltage. Daar was ik vroeger altijd heel erg op tegen op die set. Maar dat kwam omdat ik hem gewoon bijna nooit opengemaakt heb. En volgens mij zit hier echt lijpe Pokémon in. Vivid Voltage is een hele goede set. Ook gewoon door andere mensen vinden dit ook best wel een goede set van Sword and Shield. En dit is een van mijn lievelingssets, Evolving Skies. Dus daar moeten we dan mee eindigen. Dus dan beginnen we met de dubbele Fusion Strike. En eindigen we met mijn lievelings. Oké, Fusion Strike nummer 1. En dan vind ik het niet een slechte set. Hè? Het is gewoon niet mijn favoriete set, is Fusion Strike. Het is niet dat ik denk van, er zit helemaal niks in. Maar we gaan even kijken. 1, 2, 3, 4. En trouwens, in elke set zitten kaarten. Maar in de ene set zitten gewoon iets meer vette kaarten dan de ander. Ik gok op. Nou, laten we dan gewoon lekker beginnen. Psychisch. Zo, nou, dat is heel ver van psychisch. Hele andere kleur. We hebben Eldegoss. Ik dacht even dat Eldegoss een rare was. Ik zat even te kijken van, huh? Power Tablet. Beware. Nou, wel een vette kaart. Sigilyph. Toxel. Lijpe kaart. Eén van de vettere van de nieuwe Sword and Shield generatie. Er komt dus een generatie 9 binnenkort aan. Totodile. Violet en dingen. Violet en Ruby en Ruby en Sapphire is het. Ik weet het niet. Violet in ieder geval. Binary. Clobobus. Chansey. En helaas, non-holo Vigavolt. Gaan we door naar het tweede Fusion Strike. Toch Violet was het. Ja, dat was sowieso Violet. En een rode, roodachtige kleur. Maar ik weet even niet welke kleur die is. Ze doen altijd kleuren, hè. Emerald, Sapphire, Ruby, Diamond, Pearl. Even de kleuren, wat zeg ik nou? Edelsteen, dat is best wel vet. We hebben hier een Lightning. Adventurous Discovery. Platinum. Schoolgirl. Luxio. Dat is wel een vet kaartje. Is wel een vet kaartje. Galarian Darumaka. Indeedee. Growlithe. Fallings. Morpeko. Reverse Holo. Gligar. En het is helaas Luxray non-holo. Ik heb deze in holo. Dat vind ik een hele vette kaart. Non-holo is ook vet. Ik vind Luxray gewoon een hele vette Pokémon. Gaan we door naar Vivid Voltage. Nog 2 pakketten te gaan. Kunnen we een hit krijgen? Tot nu toe hebben we alleen nog de Hoopa V, die we sowieso zouden krijgen natuurlijk. Omdat, we de Hoopa V-box gekocht hebben of gekregen hebben. Gaan we even kijken. Dan gaan we nu voor Lightning. Dark. De Dark van Hoopa. Oké. Dan hebben we hier Sableye. Dit zijn eigenlijk, dit bedoel ik. Deze Sableye nog nooit gezien, maar deze wel helemaal niet. Trumbeck. Heel lange tekst. Charging Trumpet. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar een hele lange tekst. Je kan het pauzeren als je het wil. Deze kaart, nog nooit gezien in mijn leven. Jelmies. Executed wel natuurlijk.
Deze ook, komt me helemaal niet bekend voor. Chatbot. Globobus. Skiddo, komt me ook niet bekend voor deze Pokémon. En kaart. Deze ook niet. Shubbit ken ik wel, maar die volgens mij heb ik deze normaal als rare of als holo. Maar ik had hem nog niet als reverse holo. What the hell? Charizard reverse holo. Dit bedoel ik. Vivid Voltage is echt geen verkeerde set. Leon in the background. Wajo, wat een kaartje. En... ah, Forte is al een lijpe Pokémon trouwens. Nog nooit gezien deze kaart. Jongens. We hebben een Charizard reverse holo. Die gaat in de sleeve. Let's go, boys. Ziet er heel vet uit. Hoppatee. Charizard reverse holo. Ja, die zit erin. Kijken dat ik hem niet beschadig. Charizard. Nou, dit is wel mooi. Dit is wel mooi. Maar we willen eigenlijk nu nog een hit. Natuurlijk in de Evolving Skies. Gaan we het zien, jongens. Gaan we het meemaken. Laatste pakketje van de video. Gok ik op water. 1, 2, 3, 4. Water. Water. Dark weer. Dark twee op rij. Oké, dark twee op rij. Hebben we hier Nuzleaf. Ice Cube. Skip Loom. Creonogonal. Zo, mogen. Petilio. Bergmite. Drowsy. Scraggy. Chinchou reverse holo. Laatste kaart van de video is een... Oké. Dit is wel een lijpe. Dialga holo. Dialga natuurlijk een hele lijpe Pokémon. Vroeger was ik altijd voor Pearl. Ik koos Pearl over Dialga. Pearl. Nee, niet Pearl. Palkia, zo mogen. Palkia over Dialga. Alleen nu met die nieuwe, met de remastered, heb ik Dialga gekozen. En daar ben ik best wel tevreden mee. Ik vind het best wel een hele lijpe kaart. Ik had ze trouwens beide als kind. Ik had ze allebei, Diamond en Pearl had ik. Volgens mij mijn eerste was Pearl. En daar heb ik volgens mij ook het meest op gespeeld. Heel zonde dat ik die spellen ben ik helemaal kwijtgeraakt. Dus ik kan nooit meer terugkijken. Dat vind ik echt heel erg jammer. Of ik heb ze verkocht of kwijtgeraakt. Iets in die richting. In ieder geval Dialga holo. Super vette kaart. Jongens, laat me even achter wat jullie vinden van deze box. Volgende week heb ik volgens mij, ja, ik heb het nog niet binnen, maar volgens mij volgende week wordt een hele lijpe video. Dus sowieso blijven, ja, blijven geabonneerd zijn. Volgende week zondag dus weer terug bij een nieuwe Pokémon 5. Jongens, we zijn strijders. En als ik een andere video wil, die is deze met checken bij een Card Store. En ik zie jullie in de volgende video.